Voor 1 april willen wij op de 425.000 abonnees zitten. Want ja, we hebben jullie beloofd. Als dat lukt, gaan Martijn en ik gratis truffels proberen te scoren. En die ook op beeld gebruiken. Het lijkt alsof je er bijna zin in hebt. Nee, zeker niet, zeker niet. Als we wat moeten doen, willen we er ook wat voor terug. Dus druk alsjeblieft op dat logo hieronder in beeld. En abonneer op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Ja, en lieve kijkers, het is geen 1 april grap. We hebben het vaak voorbij zien komen. Geloof mij, wij gaan het echt doen. Maar we moeten wel die 425.000 aantikken. Ja. Dan gaan wij alvast even inlezen wat voor soort je hebt. En de bierbokaal. Die was omgetoverd naar het wietbokaal. Die we nu moeten omtoveren naar de truffelbokaal. Even uit de kast halen. Jee, zin in. Yes, stop dat je weer kijkt naar een nieuwe video van de gierige gasten. Ja, we hebben begrepen dat een dakloze met belen eigenlijk helemaal niet zo slecht verdient. Nee, het schijnt zelfs dat ze best wel goed verdienen. Dus dat gaan we vandaag testen. Dus ik ga gewoon lekker als mezelf. Ik heb geld nodig, ik ben een arme student. Ik wil gewoon een biertje betalen. Ik ga me een beetje vaag en raar aankleden. Dit is je outfit al. Ik ben klaar. En volgens heb ik eigenlijk de vraag of ik wat geld mag hebben voor mijn overnachting. Ik speel ook een dakloze, maar ik heb ook nog een handicap. Ik mis namelijk één of meerdere benen. Nou, succes. Jij begint? Ik begin. Yes, I'm talking about. Hallo. Wat ik wil vragen. Ik zit een beetje krap deze maand. Ja, ik ook. En of ik misschien wat geld mag. Ik wil het vragen. U kent u wel, meneer, mag ik u wat vragen? Ik zit deze maand een beetje krap. Stuvie is al niet gestort. En ik wil mijn vriendin uit eten. Oh, zo. Die kon denk ik heel hard rennen. Zie ik het dakluis uit of wat? Hallo, kunt u een kleine geitje missen voor deze koude dagen? Hij heeft er niet nog een muntje op zak of... Nee, helemaal niks. Oké, weet je wel hè? Volgens mij was het een beetje bang voor hem. Kunt u een kleine geitje missen, meneer? Dakloos. Ook dakloos. Ja. Do you have maybe a little coin for me, please? No English, sorry. Hello, do you have maybe some little change? Nothing. No? Ken je die South Park aflevering nog? Change. Alleen met heel even een klein beetje aan denken. Wel lekker hè, dat opeens het zonnetje schijnt in deze video. Totaal niet op een andere dag gedraaid. Kijk hier. Heb je een put? Oh ja, die is echt totaal niet smerig. Ik zou misschien wel zo erin kunnen. Ik denk dat dat nog wel moet lukken. We gaan het gewoon proberen. Eerst even omkleiden. Dus even kijken, wat hebben we hier? Zo, daar zijn we er ongeveer wel, hè? Ik lijk nu meer op een gekke breker. Money, dat kan ook altijd nog. Maar nee, we gaan het toch echt op deze manier doen. Dit is best wel moeilijk. Ik moet even wat kleermakers set proberen. Het water loopt door mijn poten, ouwe. Godver. Oh, wat is dit kut. Hallo, do you have the money? No. I want money. Oh yeah, me too. In Poland, no one have legs. You know, I did trick with fireworks. Kaboom! Leg away. Yeah, it's a pity. Misschien moet ik het ook gewoon hebben van de echt rijke van Nederland. En die vind je natuurlijk bij de PC Hoofdstraat. Wat heeft hij een ontzettend mooie auto in deze koude dagen. Nee, jongen. Kunt u mij een klein beetje helpen met een beetje... Ik kijk hartstikke hard, dat moet je ook doen. Ja. Dat wil ik doen. Dank u wel. Zullen jullie mij... Nee? Ik krijg 1 seconde voor jullie tijd. Ja? Sta ik? Ja? Oké. Okay. Dit is ongelooflijk. Je bent hier echt bij de rijken van Nederland. Je bent niet welkom, man. Ik vind het bijna schokbarend. Ik dacht echt dat je meer ophaalde hiermee. Maar goed. Help, good money. Yes. All good, yeah? Thank you. Happy life. Hello. What is wrong with the world? Leuk is dat ik nu ook op een guy lijk die gewoon zichzelf aan de praat is. Helemaal gek. Nou ja, maar hoezo krijg ik geen geld dan? Ik wil gewoon geld. Die toeristen denken echt, die is helemaal knet, jongen. Oh. Voel mijn geneus. Could you please grab for me the... Hello? Oh, thank you. You're so kind, hè? Huh? Do you have something to spare? No. Die gast zou gewoon ook met mijn poot in de put zat. Ik zou niet aan nodig. Oh, thank you so much. This is so lovely, thank you. Hallo, ik heb geld, ik heb geld. Ik heb nog geld gekregen. Oh, dit is zo goed. 1,30. Gek. 1,30.
I've been having some financial problems this month. Do you maybe have something that you can miss? You need some money? Yeah. I don't have money, man. You don't have anything? Yeah, me neither, man. This camera there, motherfucker. Kom af of jij misschien iets hebt wat je kan missen. Oh, je kent mij wel. Heb je wat nodig? Ja, ik heb zijn mee krap in kast deze maand. Ja, en wat wil je dan? 2 euro of 1 euro? 2 euro zou top zijn. Kijk, hier is 2 euro. Thanks, man. Nou, de eerste 2 euro is binnen. Woe! Meneer, hoe is het? Hoe is het? Ja, goed. Mooi. Wat zie jij er gek uit, jongen? Zie ik er gek uit? Met het wit. Oh, vind je? Ontzettend raar, joh. Wat zie ik er raar uit? Wat zie ik er nou weer raar uit? Wow, zelfde problemen. Hé, hey, zo'n goede truc hoor. Ik doe hem gewoon nog een keer. So close, so far away. Ah, schiet zo maar niks voor je. Mensen denken echt, die zit zo hard aan de drugs, jongen. Oh, holy shit. Ja, mensen denken nu echt dat ik aan het feesten ben. Oké, misschien even een ander plekje opzoeken, want dit schiet niet op. Can you please help me out a bit? I need just some small pocket money for the night. I think I have 2 euros. Thank you very much. Plus 2 euro. Hallo, zou je mij willen helpen? Nee? Deze mensen draaien zich gewoon om, zie je dat? Can you please help me out with just anything you can do for me? Just small change or something. 2 euros. Thank you very much. Nederlands? Yes. Hebben jullie heel toevallig extra zakcentje? Het zit een beetje krap deze maand. Kunnen jullie iets missen? Nee? Heren, mag ik jullie wat vragen? Ik zit een beetje krap in kast deze maand. Hoe dan? Ja, weet niet. Allemaal financiële dingetjes. En ik wil ook gewoon nog een beetje blijven uitgaan. En je kent het wel. Kom, ga eten van je kop. Ah, dat vind ik heel lief van jullie. De huur is tegenwoordig zo duur, hè? En het uitgaan en die vrouwen. Je kent het wel, hè? Ik ben een toffe man. Ik krijg gewoon een croissantje en een vers sappie. Maar goed, dit is heel lief en aardig. Maar we zijn op zoek naar geld. Ja, deze is ook totaal niet diep. Holy shit, wat is dit smerig. Nah, dit is zo smerig, gast. Hoi, do you have the money? Oh, dankjewel, vriend. Dankjewel, box. Do you have the money? My legs are fucked up. I need to buy one in Poland. Yeah. Thank you very much. Nou ja, het gaat wel lekker. Eerlijk is eerlijk. Ja, een beetje gênant dit, maar ik zit een beetje krap bij kas deze maand. En mijn studie is nog niet gestort. Hebben jullie misschien iets dat jullie kunnen missen? Echt? Van een vrouw moet je het hebben, hè? 4 euro! Wat lief! Kan ik 2 biertjes verkopen? Dank jullie wel, dames. Oké, nu gaan we in één keer lekker. 6,20 euro. Pardon! Hallo, you have maybe some change, maybe? Dankjewel. Zou je mij willen helpen? Ik heb nog een heel klein beetje nodig voor het daklozencentrum vanavond. Heeft u misschien nog een klein beetje wisselgeld om mij te helpen? Ik heb oprecht nog 60 cent nodig. Dat vind ik heel lief van u, dank u wel. Oh, dat is een hele euro nog zo. Dank je wel. Hallo, mijn vriend. Hallo. Oh, kut. Mijn geld. Nee, niet in de put. What the fuck, mijn goal ben ik zeg. Oh my god. Nou, ik heb het. Hallo, sir. You have some money? Oh, yes. Thank you so much. I need money for new leg. He's waiting for me in the fridge in Poland. Do you have a little bit of money? 10 cent. Oh, yeah. Oh, this is lovely. You get the money, maar het komt allemaal omdat ik herkend word en niet door mijn halve been. I only need 10 euros more. Please. Please. Nou. Dat werkt ook niet. you have money for the new leg? Oh yes. Hier nog een lintjes. Oh, God bless you, man. Nou, hij gaat hard. Mijn tijd zit erop. Zo. Hallo, meneer. Zo. Conclusie. Hoeveel heb jij gehaald? Ik 6,40 man. 6,40. Ja? 6,20. En Joost 6? 70. 70. Dus Joost die zit al in een kroeg bier te zuipen. Ja. En dat is precies wat ik ook ga doen. En dat is precies ik heb een super goor been.
Oh ja. Ik heb in de put gezeten. Ja, ik heb het gehoord, ja. Anyway, like even de aflevering als je hem leuk vond. En abonneer ook even op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Want we moeten die 425.000 abonnees halen, please. We willen Martijn toch aan de truffels zien. Je wilt Niels zeker keihard in een soort van psychose zien belanden. Ja, dat lijkt me echt leuk. Zin in. Laat dat biertje gaan halen. Daar.